I Am Wrath, de nieuwe film van Chuck Russell met John Travolta. I Am Wrath, oftewel John Travolta's Hair. De film is niet bijzonder. Het meest fascinerende is toch wel het haar van John Travolta. Heeft John Travolta eigenlijk wel haar? Nou, volgens mij is hij kalend of wel helemaal kaal. En begrijpelijk natuurlijk dat hij dan voor sommige films een pruik nodig heeft. Maar deze pruik... Travolta is veel in beeld, aangezien hij de hoofdrol speelt in deze film. Maar ik bleef me maar verbazen over die verschrikkelijk slechte pruik. Het is 2016. In 1962 had Sean Connery al last van haaruitval en moest hij een pruik dragen voor zijn rol als James Bond. En dit is de pruik uit 1962. En dit is Travolta's pruik in 2016. Nou, ik begrijp er echt helemaal niks van. Maar goed, de film I Am Wrath, de nieuwe film van Chuck Russell. En Chuck Russell heeft een aardige staat van dienst. Hij maakte best goede films, zoals de beste Nightmare on Elm Street uit de serie, namelijk deel 3, Dream Warriors. Het alombekende The Mask met Jim Carrey. En het erg onderhouden The Eraser met Arnold Schwarzenegger. In zijn laatste twee films, Bless the Child en The Scorpion King, die vielen wat tegen. En dat doet ook zijn nieuwe film, I Am Wrath. De titel zegt het al, het gaat hier om een wraakfilm. En daar kennen we er al heel veel van. Met natuurlijk als absolute koning Death Wish met Charles Bronson uit 1974. En de afgelopen jaren werden we ook weer blij verrast door nieuwe wraakfilms, zoals John Wick met Keanu Reeves en The Equalizer met Denzel Washington. Allebei geslaagde wraakfilms. I Am Wrath probeert hetzelfde opnieuw te doen eigenlijk. En te vergeefs. Travolta is natuurlijk een hele goede acteur, maar komt in deze film echt niet uit de verf. Travolta speelt een ingenieur die getuige is van de moord op zijn vrouw. En wanneer de daders vlak voor zijn ogen worden vrijgelaten door corrupte politieagenten, wil hij wraak. En dat komt goed uit, want hij is toevallig ook nog een ex-Special Forces soldaat. En zijn vriend uit die periode, gespeeld door Christopher Maloney, die trouwens de enige echte verademing is in deze film, die willen wel een handje helpen. En de rest van de film laat zich raden natuurlijk. En het feit dat de moord op Travolta's vrouw niet zomaar plaatsvond, maar ook een politieke reden heeft, dat komt natuurlijk ook niet als een verrassing. I Am Wrath is geen goede film. Er zit geen goede opbouw in. Wat bij die andere wraakfilms zo goed werkte, was de opbouw van de karakters, dat je mee ging voelen met de hoofdrolspelers en op het puntje van je stoel zat bij de climax. Dat mist deze film. Ze doen hun best om de emotie over te brengen, maar het wil niet lukken. Not bad. That don't move. Still wet. Get up, asshole. En dan die pruik van Travolta. En ook nog een shock voor mij was de transformatie van Rebecca de Mornay, die de vrouw speelt van Travolta. Die prachtige vrouw Rebecca de Mornay, die ook talloze facelifts heeft gehad. Het was echt ik was echt verbaasd. En de filmmuziek is... Het is het allemaal net niet, mensen. I Am Wrath. Het is geen aanrader. Ik geef deze film 2 sterren. Ik zie jullie graag terug bij de volgende recensie en vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube-kanaal. Tot snel!